Goeiedag, we zijn er weer gezellig bij met een andere aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Prakash van de Tattoo Lab. Hij gaat ons een beetje vertellen over wat hij allemaal doet op zo'n dag. Hoe hij ertoe gekomen is om tatoeages aan te brengen op mensen in hun lichaam. Ik vind dat namelijk best een vergaande activiteit, om het maar even zo te zeggen. Dus ik vraag me wel af hoe dat is met iemand die dat ook daadwerkelijk moet doen. Dus we maken vandaag een babbeltje met hem in Q-Time. What we need is a little Q-Time. Prakash, welkom erbij in Q-Time. Ja, dankjewel voor deze leuke interview. Oké, we gaan vandaag een beetje kennis maken met jou en met jouw bedrijf, de Tattoo Lab. Jij bent dus de persoon achter de Tattoo Lab. Ja. Oké, waar staat je tattoo shop? Dat is aan de Waterweg, 133A. Dat is aan de eerste rijweg, dus centrum. Ja, oké. Hoofdwegcentrum. Ja, best wel dicht in de stad dus. Maar vertel eens hoe je hierop bent gekomen eigenlijk, om met tatoeages bezig te zijn. Zo, zal ik als eerste zeggen, sinds kleins af, dus sinds ik 7, 8 jaar was, dan zag ik dat ik heel goed kon tekenen. Ik had die creativiteit al. En dan naarmate ontwikkelde ik zich ook. En dan misschien op mijn 12e of 13e jaar. Zei ik van, ik moet iets bereiken met mijn tekening. Ik vind dat ik met mijn tekenen iets moet bereiken. En dan zodoende ook op mijn 16e jaar. Ging ik meer met die soort vrienden hangen. En hun deden ook tatoeages. En dan zag ik van, hey, tekenen, tattoos, ik hou ervan, dus ik wil mezelf erin investeren. En zodoende is het begonnen. En toen was je 16 jaar oud? Ja. Ja? En hoe oud was je toen je daadwerkelijk ook echt hebt gezegd, oké, luister nou, en nu ga ik... Of ben je gewoon eigenlijk onder je huis begonnen met tatoeages en van daaruit doorgegroeid? Of was er een moment waarop je hebt gezegd, nou, nu ga ik echt een shop opzetten? Ja, klopt. Ik was 17 jaar toen ik alles pas heb laten halen en zo. En dan oefende ik. Daarna ging ik samen met ook een andere vriend van me werken. Ik heb wel alles zelf gedaan. Het is niet dat ik via iemand heb gedaan of een cursus heb gevolgd. Daarom duurde het 2 jaar lang. En dan zodoende dacht ik van, hey, ik ben ready. Dan heb ik daar niet lang terug, minder dan een jaar, heb ik een kleine shop opgebouwd bij mijn huis. Ja, oké, ik vind het wel interessant, hè? Want tatoeages zijn toch wel een modeverschijnsel eigenlijk van deze generatie, kan je toch wel zeggen. Want daarvoor, ja, mensen deden wel tatoeages, maar het had altijd een ander beeld. Een beetje stoer, een beetje ruig, een beetje, je weet toch, een beetje outlaw. Terwijl het nu eigenlijk tot een artform is verheven, om het maar even zo te zeggen. Wat vonden je ouders ervan toen je tegen ze hebt gezegd dat je dit ging doen? Ze waren helemaal niet eens, maar toen ze zagen van, ik investeerde echt erin en ik ging mijn maandelijkse kosten, kon ik doen en zo, dan is mijn vader zelf naar me toegekomen en gezegd van, hey, ik kan je helpen, zo. En dus daarom ben ik ook heel erg dankbaar voor mijn ouders, die toch niet hebben opgegeven. Oké. Hebben ze je leven moeilijk gemaakt in het begin? Nee, helemaal niet. Nee? Oké, ze waren gewoon niet tevreden, maar dat was het. Ze hebben je een beetje met rust gelaten en je ding laten doen. Ja. Ja, oké. Ik vind het wel heel mooi dat je tekentalent op zo'n jonge leeftijd hebt kunnen ontdekken. En dat je ook echt hebt gezegd, hey, ik moet hier iets mee doen en ik ga mijn geld ermee verdienen. Dat vind ik wel een hele mooie. Maar goed, even terug naar een tatoeage. Dus wat is de eerste tatoeage die je hebt gezet? Wat was het? Het was op mijn moeder. Op je moeder? Ja. Oké. Ik vind je moeder heel erg progressief hoor, want als mijn kind zou komen met tatoeages, dat zou ik niet doen. Je moeder is sportief, weet je dat? Echt, ik hoop dat je blij bent met haar, man. Ja, heel erg blij en dankbaar. Wat voor tatoeage heb je moeder gezet? Het was haar naam en ik tot de dag van vandaag zeg ik, mama, laat me dat ding opcoveren, het is niet meer zo mooi. Ik heb verdoving ook, laat me het zetten, laat me het mooi maken, maar ze wil het niet zo zeggen. Dat is een herdenking, weet je, mijn eerste tattoo, beginner, something like that. Jezus, trots op je. Ja. Dan wil ik vragen naar een foto van die tatoeage. Maar goed, als je nu zelf ernaar terugkijkt, naar je moeder eruit probeert tatoeage, wat vind je ervan? Helemaal niet mooi. Oké.
Oké, okay, goed. We gaan niemand vertellen dat je dat hebt gedaan. Hoe heeft je talent zich daarna ontwikkeld? Ik weet het echt niet hoor. Dat het, iets komt gewoon in mijn hoofd van hey, ik kan dit zo doen, ik moet het beter doen. Ook door video's te kijken eigenlijk. En door zelf verder na te denken en te zien van oh, dit moet zo, dat moet zo. Zo gaat het in mijn hoofd. Ja, oké. Okay, maar je hebt eigenlijk, je vertelde dat je 2 jaar de tijd hebt genomen om eigenlijk een beetje te oefenen. Om je skills te verbeteren. Maar in al die tijd daar, in 2 jaren tijd, je moet wel, heb je op mensen geoefend? Hoe heb je dat gedaan? Heb je een hond getatoeëerd? Ja, wat heb je gedaan? Ik bedoel, mensen. Je moet wel slachtoffers vinden. Ja, op mensen heb ik geoefend. Familie zo, moeder, mezelf. Op mezelf heb ik een hele grote tatoeage op mijn benen. Een hele grote draak. En ik zeg altijd tegen mezelf ook dat wanneer die mensen me weer gaan contacten voor een tattoo, zal ik een hele goede korting geven om het goed te maken. Tjee, dat is zo lief. Oké. Dus de mensen die als proefkonijn hebben gediend, krijgen korting nu. Ja, check. Een goede korting ook. Een goede korting, oké. Zolang ze nog allemaal bij je willen komen, denk ik dat je het goed hebt gedaan. Dan is het toch niet zo erg geweest. Maar goed, mensen komen bij jou, komen veelal bij jou, neem ik aan, met hun eigen ontwerp, hè? Van wat ze willen, van wat ze willen tatoeëren. Yes. Wat is de meest uitdagende opdracht die je hebt gekregen? Portret. Oké, kan me voorstellen, ja. En waar moest je tatoeëren? Arm, rug? Nee. Wauw, oké. Maar wat vind je er zelf van? Ik vind tatoeages altijd, ja, het is een leuk modeverschijnsel, fijn. Ga mee met de tijd en de generatie, ook fijn. Maar als je 50 jaar oud bent en je bent in een andere fase van het leven, kan het dat je spijt krijgt en dan kan je niet terug. Wat vind je daar zelf van? Wat is jouw idee daarover? Want dat wil zeggen, you can never change your mind. Hè? Dus je kan nooit zeggen, je groeit en je ontwikkelt naar een ander mens of naar een andere fase van het leven. En dat je daar dan inderdaad ook mee doorgroeit. Je bent eigenlijk aan de buitenkant getekend voor het leven. Letterlijk en figuurlijk. Ja, klopt. Wat ik daarvan vind, daarom zeg ik ook altijd van, tegen al mijn klanten eigenlijk zeg ik van, denk goed na voordat je iets zet. Want het blijft voor altijd, het is lifelong of. Tenzij zet iets die je later alsnog kan opcoveren. Dus indien je na 10 jaar niet meer leuk vindt, kan je dan altijd alsnog opcoveren. Maar hoe cover je het op? Want je covert het alleen maar op met nog een andere tatoeage, groter of een whatever. Ja, dat, iets ja, dat klopt. Ja. Oké, maar die tatoeage gaat er altijd zijn. Kijk, er zijn technieken in de wereld waar je tatoeages mee kan verwijderen. Hè? Maar zijn die er al in Suriname? Ja, ik ken wel een bedrijf die dat doet. Ja? Oké. Maar dan krijg je dan ook van dat littekenweefsel en zo? Ik heb foto's gezien en tot nu toe heb ik niks opgemerkt. Oké, dus dat kan. Dus eigenlijk is het, als je denkt dat je het gaat weghalen, begin het niet te zetten. Dat is eigenlijk. Ja, dus dat verschilt ook van huid tot huid. Ja, als het dat litteken achterlaat. Ja, oké. Maar zo heb ik ook, ontdekt dat aan ieders huid is echt anders. Niet aan ieder huid is hetzelfde. Zo uniek. Zo nu pas zie ik het. Niet nu pas, maar ik zie het dan in van ieders huid is uniek en je moet echt anders ermee omgaan. Het is niet hetzelfde. Plekken zijn ook verschillend. Ja. Het is echt geweldig. Ja, zachte huid. Huid onder een schedel, spieren. Droge huid. Pezen. Ja, oké. Als je een tatoeage hebt gezet, bijvoorbeeld eentje met 1 kleur, dus gewoon dat donkere. Ik weet niet of het zwart of groen of blauw is, maar zwart. Het lijkt zwart. En je gaat dan eroverheen met kleur. Komt dat? Komt die kleur eroverop? Daarbovenop? Niet echt hoor. Nee. Het gaat echt donker komen, maar jij zal het toch niet zo echt. Oké, dus eigenlijk zwart is gewoon zwart. Ja, oké. En je kan maar als je kleur zet en dan zwart doet, dan komt het wel. Dan komt het wel. In kleur. Ja. Dus als je eerst kleur zet en dan wilt die zwart erin doen, dan kan wel. Dan gaat die zwart dan wel niet zetten. Dan wordt het zwart? Ja. Als je dat wil. Ja, oké. Okay. Maar als het zwart is en je wilt een andere kleur, dan is het soms moeilijk. Echt moeilijk. Mm-hmm. Ja. Oké. Goed, je bent of die nu tattoo moet echt dan 20 jaar oud zijn. Ja. Zo heb ik het Maar het vervaagt dus wel, volgens jou?
Ja, want dat deed door de jaren heen. Het vervaagt door de zon, hoor. Ja, oké. Door niks anders meer door de Ja, zon. door de zon. Oké. Luister, Prakash, ga je dit doen voor de rest van je leven? Tot nu toe wel, maar ik zoek altijd naar backups. Ja. Ja. Wat is je Tot nu backup toe. in je hoofd op dit moment? Opleiding volgen bij dus een leidinggevende opleiding volgen. Ik heb al mijn truckrijbewijs en ik zal ook uitproberen voor douane. Dus voorlopig is dat mijn backup. Oké, dus dat is wel een hele andere richting. Je doet niks meer met tekenen en niks meer met je Ja. ervaring en je kunsten opgedaan in de Ja. afgelopen jaren. Well, anyway, ik zou zeggen, je hebt in ieder geval een backup plan. Dus veel succes met wat je tot nu toe of nog wil gaan bereiken in jouw carrière met het plaatsen van tatoeages. Hopelijk kan je in ieder geval bijdragen aan het geven van een paar mooie herinneringen aan een aantal mensen door het zetten van een prachtige tatoeage. Bedankt voor het interview. Ja, dankjewel, hoor. Ik Veel succes. ben heel erg dankbaar. Ja, thanks. Oké, thank you. Bye. What me is a little Goed, dat was het gesprek met Prakash over de Tattoo Lab. Dat is een kleine studio, zoals hij vertelde, die hij zelf heeft opgezet. Wel mooi om te zien hoe dat gaat, hoe het jong talent zich op die manier ontwikkelt. Maar er is toch altijd een plan B in the back of mind. Want you never know, misschien zijn tatoeages in de volgende generatie geen modeverschijnsel meer. En dan is het altijd goed om inderdaad een backup plan te hebben. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. Goeiedag.